Fijn dat jullie gekozen hebben voor deze sessie. Omdat we met zo'n kleine groep zijn, zou ik eigenlijk eerst een open vraag willen stellen van wat zouden jullie willen horen over beslis.nl? Weet iemand, kan iemand dat met vertellen? Of is dat een moeilijke openingszin, want dan meteen een open vraag. Nou, doen we dat maar niet. Beslis.nl wordt door de consument als onafhankelijk gezien. Maar dat is niet helemaal onafhankelijk. Dus hoe werkt het systeem van beslis.nl? Oké, dat komt wel terug in mijn presentatie, denk ik. Hoe werkt het systeem? Wie van jullie werkt bij een webshop? Of wie werkt bij, of heeft bij een webshop gewerkt? Oké, hartstikke goed. Of heeft campagnes gedaan, dus performance marketing of online marketing? Dus fijn. Ik probeer een mooie presentatie van te maken. Even kijken, ik heb hier een apparaatje voor gekregen. De kracht van beslist. Wat zijn wij? Wij zijn 15 jaar geleden bijna gestart. We zijn nu nog 15 jaar eigenlijk online marketing voor webshops. Wij hebben inmiddels zo'n 300.000 tot 500.000 bezoekers per dag op onze site. Zo'n 3000 aangesloten webshops die van ons diensten gebruik maken. En wij hebben 35 miljoen producten continu live staan van die 3000 webshops. En bedienen we daarmee de Belgische en de Nederlandse markt. Ja, de visie en de missie. Heel vaak worden we verward met jullie zijn toch een vergelijkingssite. Of jullie zijn toch een kanaal voor de consumenten. En allemaal waar. Zijn we ook allemaal geweest of wilden we ook zijn. Dus wij zijn in 2005 gestart echt als een vergelijkingssite om kieskeurig te gaan concurreren. Langzaam maar zeker kwamen ook steeds meer content bij ons op de site dat met meubels, kleding en schoenen te maken had. Wat allemaal wat niet vergelijkbaar was. En eigenlijk hebben we die lijn doorgezet. In 2012, 2013 wilden we vooral dat de consument onze startsite zouden willen zien. Dat is de reden waarom we ook met campagnes zijn gestart, ook met spotsponsoring zijn gestart. Dat we ook de propositie online winkelcentrum hebben neergezet. Maar eigenlijk zijn wij sinds anderhalf jaar weer terug tot ons oude stiel. En dat is eigenlijk wat we al 15 jaar goed doen, is online marketing. En dus wij positioneren ons als online marketingbureau voor de webshops. Want dat hebben we al die 15 jaar al lang gedaan. En dat is ook wat we verdomd goed kunnen doen. Wat doen we dan? Alleen maar voor webshops die producten verkopen. We doen niks met diensten. Wij gebruiken op het ogenblik 4 kanalen en andere kanalen worden uitgebreid. We zijn echt een SEO-bedrijf. Daar komt ook de expertise vandaan van de oprichter. Daarnaast SEA doen we heel erg succesvol. Retargeting en sinds een paar jaar zitten we ook op Google Shopping. Daar ga ik wat dieper op in. Online marketing zit in ons DNA. Wij hebben een hele grote digital marketing afdeling die elke dag bezig is voor de webshop opnieuw op zoek te gaan naar consumenten. Wat we dus niet zijn, om even mee aan te geven, van je zet beslist aan en er komen elke dag 500.000 bezoekers. Nee, die 500.000 bezoekers die halen wij binnen op basis van zeg maar, de producten die aangeboden worden door de webshops. Plus het feit de biedingen die ze dan achterlaten. En dat zorgt ervoor dat wij in de verschillende kanalen de digital marketing campagnes kunnen gaan opbouwen. Elke dag wisselt het bod of wisselt het aanbod. En op basis daarvan gaan wij met onze digital marketing afdeling weer opnieuw aan de slag. Om te zorgen dat we consumenten weten binnen te halen. En wij zijn vooral op zoek naar consumenten die eigenlijk al min of meer weten wat ze willen gaan kopen. En op het laatste moment nog een beslissing willen nemen om uiteindelijk definitief een keuze te maken bij de webshop. Dat doen we al 15 jaar succesvol. En dat willen we nog succesvoller blijven doen voor de webshops, nu en in de toekomst. Er zijn hier wat cijfers. We hebben ruim 14.000 campagnes lopen. We hebben 100% van onze vertoningen komt in de top 3 van AdWords terecht. 71% van de SEO keywords komt bij ons op page 1 ranking terecht. We hebben maandelijks zo'n 175 miljoen vertoningen in zoekmachines. Ruim 17 miljoen keywords die we daarvoor gebruiken. Meer dan 35% vertoningspercentage bij 85% van deze categorieën.
Dus het is nogal wat wij daarin weten te presteren. En dat is de reden, elke dag blijven we opnieuw ons best doen voor die webshops. Want elke dag moeten we ook opnieuw ons best doen voor de webshops. Omdat en de content verandert en ook de biedingen veranderen. En ook zeg maar, het concurrentieveld in die online of digital marketing kanalen veranderen continu. Dus nou, dan hebben we een aantal businessmodellen. Ja, dat zijn hele volle slides die ik meegenomen heb. In de kern, en dat zijn ook de meeste klanten die ze afnemen, dat is kost per klik. Dat betekent dat de webshop sluit ze bij ons aan, zorgen dat de feed bij ons terechtkomt. Op basis van de feed en de bieding gaan wij aan de slag in de digital marketing kanalen. En proberen we zoveel mogelijk bezoekers, consumenten onze kant op te krijgen. En zeg maar, redelijk geïnformeerd te sturen richting de webshop, zodat hopelijk dat tot conversie leidt bij de webshop. De consumenten, die even terug te komen op jouw vraag over hoe komen die consumenten. Wij zijn inderdaad jarenlang bezig geweest om onze naamsbekendheid te vergroten. Vooral de sportsponsoring in schaatsen heeft ons echt heel veel gebracht. We hadden ook het geluk dat we een wereldkampioen in ons midden kregen. Dat geluk moet je hebben als je in sportsponsoring zit. Met de tweeling Michel en Ronald. En Michel is dan wereldkampioen geworden. We hebben natuurlijk ook wat Olympische medailles gewonnen. En dat zorgt ervoor dat de Nederlanders, die vinden schaatsport leuk. En de Olympische Spelen ook. Dus dat heeft ons heel veel naamsbekendheid gebracht. En die naamsbekendheid, die zorgt er ook tevens voor dat in de kanalen waar wij aanwezig zijn, dat als de consument een keuze moet maken, dat ze licht toch kiezen voor beslist, ten opzichte van de concurrentie die we dan hebben. Dat merken we ook bij Google Shopping, maar dat merken we eigenlijk in alle kanalen. Dus de investering die we gedaan hebben om de consument anders te winnen, heeft er niet voor gezorgd dat de consument onze startsite maakt. Maar heeft er wel voor gezorgd dat als we in het omveld zitten met concurrenten, dat ze de neiging wel eerder hebben om onze kant op te gaan en onze kant op te klikken. En bij Google Shopping kom ik daar zo op terug. Dus ja, CPC, kost per klik, daar rekenen we dan op af. De webshops kunnen op basis van categorieën kunnen ze bieden. We zijn op dit ogenblik zijn we verder in ontwikkeling om te kijken of we ook individueel biedingen kunnen gaan toelaten op ons platform. Zodat de webshop daar meer variatie in kan geven. Als je daar meer over wil weten, neem dan contact op met een van zijn accountmanagers. Want we zijn in een soort proeffase om dat verder te ontwikkelen. En we zoeken graag nog klanten die daaraan willen meewerken. En ja, een groot deel van onze klanten maakt hier gebruik van. De marketingkanalen die we hiervoor inzetten, dat zijn SEA, SEO en retargeting. En wil je daarnaast ook nog Google Shopping als marketingkanaal ontwikkelen, dan moet je eigenlijk een tweede businessmodel of een ander businessmodel van ons afnemen. En dat noemen wij het winkelwagen van beslist. En dan krijg je geen klik of een bezoeker, maar dan krijg je een order van ons. Dan gaan wij ervoor zorgen, net zoals een aantal marketplaces dat ook doen, dat de consument bij ons afrekent, maar wel bij jou bestelt. Wij sturen dan ook alle gegevens door aan alle contactgegevens door naar de webshop, zodat die het verder kan afhandelen. Wij hebben geen klantenservice. Het is eigenlijk gewoon in plaats van een klik krijg je dan een order. Is wat minder risico voor de webshop die daarmee neemt. Plus het feit dat je dan in Google Shopping kan deelnemen. Dus er zijn nu klanten die en CPC bij ons afnemen en ook CPS bij ons afnemen. Omdat we dan alle digital marketing kanalen daarmee kunnen bedienen. En als laatste hebben we, nou niet als laatste, maar we hebben Google Shopping CSS. Wij bedienen Google Shopping als een CSS-partner. Dat is eigenlijk ontstaan door zeg maar de uitspraak van de Europese Commissie in juni 2017, waarin oneerlijke concurrentie door Google werd ingeschat door de Europese Commissie. Dat heeft ervoor gezorgd dat de comparing shopping sites toegelaten werden op Google Shopping. Nou, wij zijn er ook op ingestapt. Ik denk dat wij met de meeste grote shops in Nederland, dat die via ons adverteren op Google Shopping. Dat betekent dat de klik rechtstreeks richting de webshop gaat, komt niet meer bij ons. Wij vragen daar een kleine vergoeding voor, eenmalig, voor het aansluiten. Dus het is niet echt een verdienmodel waar we heel erg veel geld van verdienen door het aansluiten ervan. De biedingen die dan de webshop achterlaat, nou, die kunnen dan tot 20% goedkoper zijn als je rechtstreeks op Google Shopping adverteert. En ik weet niet, misschien moet ik dat een klein beetje uitleggen, maar ik hoop dat jullie het al weten, maar
Google Shopping die heeft eigenlijk de opdracht gekregen vanuit de Europese Commissie om te zeggen, ja, je bent eigenlijk een apart bedrijf, dus je moet ook kosten in rekening brengen. Dat betekent dat je moet een bepaalde winst gaan maken. Nou, dat zijn zij strak aan de monitor om te kijken of Google Shopping winst maakt op zijn eigen BV Google Shopping binnen de Google resultaten. Nou, dat zorgt ervoor dat zij een bepaald percentage van de bieding die door de webshop aangeboden wordt, die moeten ze dus niet als bot meenemen, maar als kosten doorberekenen. Dus stel dat jij 10 cent biedt op een artikel, op een item in Google Shopping, dan moeten zij daar een percentage van inhouden. En dat percentage dat varieert tussen de 0 en de 20%. Want zij mogen zelf bepalen wanneer ze welk percentage toepassen, zolang ze onderaan de streep, eind van dit jaar, maar zeg maar de kosten die gemaakt worden door Google Shopping om op Google te adverteren, ook daadwerkelijk zeg maar gecoverd zijn, gedekt zijn. Nou, dat betekent dat die 10 cent, die wordt opeens 8 cent waard voor die, als je rechtstreeks bij Google Shopping adverteert. Nou, maar als je bij ons die 10 cent geeft, dan blijft die 10 cent 10 cent. Want het enige wat wij vragen is een eenmalige fee om je aan te sluiten op Google Shopping via ons als CSS. En er zijn ja, wel 80 tot 120 partijen bijgekomen in die jaar. Maar er zijn net zo'n groot aantal zijn ook weer afgevallen. Want het is toch een bepaald specialisme die je moet gaan uitvoeren. Nou, wij zijn er nog. Wij zullen ook de veranderende eisen waarmee Google Shopping komt, zullen we altijd aan voldoen. Om te zorgen dat onze webshops en de aangesloten webshops altijd kunnen blijven adverteren op Google Shopping via onze CSS-oplossing. Dat is wat we hier doen. En dan hebben we nog een vierde component, maar er zit een foldertje in. Wij doen ook nog een beetje display erbij. Dat doen wij in samenwerking met Sanoma, of ja, de persgroep moet ik dan tegenwoordig roepen, volgens mij. Die hebben vandaag te horen gekregen dat ze gekocht zijn voor 400 miljoen. Wij werken recent samen met Sanoma. Wij gebruiken eigenlijk de salespower van Sanoma om zeg maar onze banners goed te kunnen verkopen. En andersom, zij gebruiken onze data weer als purchase data om aan derden te verkopen, zodat als adverteerders op zoek zijn naar bezoekers die gewoon vergevorderd zijn in het nemen, in het maken van bepaalde keuzes op productniveau, dat je die op onze site beter kan benaderen. En daar gaat het foldertje over van Sanoma. Goed. Dat is allemaal leuk met die businessmodellen, maar waar het in de kern bij beslist om gaat om succesvol te kunnen zijn, er zijn twee dingen moeten dan op orde zijn. Nou ja, één ding moet op orde zijn, wij moeten de ROAS van de webshop die ze willen bereiken, of de minimale ROAS die ze willen bereiken, dat moeten we doen. Want consumenten krijgen uit marketingkanalen en die doorlaten linken naar de webshop, dat is geen spannend spel, kan ik je vertellen, want dat kunnen we echt wel. Maar consumenten krijgen die bij ons binnenkomen en ook daadwerkelijk converteren op de website, dat is het spel wat we moeten spelen. En het liefst willen we natuurlijk die 100 consumenten die vandaag binnenkomen en doorzetten naar de webshop, dat je ook alle 100 converteren. Dat is het beste wat je wil. En daarom kijken we ook nauw mee met de ROAS van de webshop. En om de ROAS van de webshop zo hoog mogelijk te maken, zijn er eigenlijk twee uitdagingen die we hebben. En dat is namelijk enerzijds, even kijken wat de volgende slide is. Ja. Dus enerzijds is dat de feed. We moeten een goede feed hebben met actuele data. Als je 35 miljoen producten hebt, met elke dag wisselende voorraad, wisselende prijzen en ook wisselende biedingen waar je mee te maken hebt, dan moet het zo actueel mogelijk zijn dat onze direct marketing campagne zo goed mogelijk draait op hetgeen wat de shops kunnen verkopen. Dat is één deel van het verhaal. En het tweede deel van het verhaal, als je de ROAS wil hebben, dan heb je ook terugkoppeling nodig van de webshop. Wat converteert en wat niet converteert, zodat je ook weer onze marketingcampagnes daarop terug kunnen vallen. En wat wij zien in de afgelopen jaren is dat er heel veel dingen fout kan gaan. Er kan meer fout gaan dan goed gaan. Dan hebben we een aantal voorbeelden hiervan waar we steeds keer op keer tegenaan lopen. En dat proberen we met een partnerprogramma die we volgende maand gaan lanceren, proberen we dat ook deels op te lossen. Is dat ja, als we missende specificaties hebben, dan kunnen die producten niet gevonden worden bij ons. Dan kunnen we ze niet laten vinden. Of missende maatvoering, ja, dan weten we niet. Dan sturen wij bezoekers door op maten die al uitverkocht zijn.
Of uitverkochte producten, die blijven te lang online staan. Waar wij hele marketingcampagnes bij uitvoeren, we laten steeds bezoekers op binnenkomen bij de webshop. Maar inmiddels is het product al niet meer, want het is al 3 keer uitverkocht of helemaal niet meer aanwezig in hun assortiment. Nou, de orders die dan niet goed verwerkt worden in de backend, of niet snel genoeg in de backend verwerkt worden bij de webshop. Nou, dan hebben wij natuurlijk zicht nodig op de resultaten van de campagne. En die zijn er niet inzichtelijk. Of de attributie, want buiten het feit dat we ook rechtstreeks verkopen en ook rechtstreeks bezoekers leveren die kunnen converteren, kan het natuurlijk ook zo zijn dat de bezoeker in een ander kanaal of op een ander moment of rechtstreeks terugkomt bij de webshop. Maar ja, dat betekent wel, ja, die attributie wordt niet aan ons toegekend, terwijl wij uiteindelijk wel de eerste aanzet hebben gemaakt om te zorgen dat je daarna terugkomt op jouw webshop om uiteindelijk toch die verkoop te maken, die conversie te doen. Dus die attributie, die willen wij ook inzichtelijk hebben met elkaar, om te laten zien van ja, je hebt de rechtstreekse verkoper, maar je hebt ook, zeg maar, de attributieverkoper, waar we wel een degelijk een onderdeel hebben uitgemaakt in de groei van jouw klantenbestand of omzet. Mag ik daar iets over vragen? Natuurlijk. Oké, attributie, want dat is natuurlijk eigenlijk... Ja, maar iedereen, dat is het hele spel natuurlijk. Iedereen wil verantwoorden wat ze toegevoegde waarde ergens zit. En wat vinden jullie dan daar de ultieme versie in? Of wat is het meest eerlijk? Als je dan zegt van oké, als wij het mogen bepalen, dan gebruik je dit attributiemodel. Ja, kijk, hoe dichter je op de conversie zit, hoe hoger die attributie is geweest. Dus ja, dat blijft altijd een discutabel punt. Als je het maar voor de webshop, als de webshop voor zichzelf maar inzichtelijk heeft, dat het niet altijd één op één. Één op één is, ja, één op één te koppelen is, zeg maar. De bezoek komt nu binnen, is nu conversie. Dus dan heeft hij het goed gedaan. Dat hoeft niet altijd te zijn. Het kan zijn dat zijn eigen inspanningen geweest. Het kan zijn dat hij naast bekendheid heeft gekregen. Het kan zijn dat hij eerder op kieskeurig is geweest, even geklikt heeft, dan bij beslist geklikt heeft, dan rechtstreeks bij hem binnenkomt omdat hij 2 keer op diezelfde site is geweest. En dat blijft altijd een lastig en hekelpunt. Maar wij hebben onze accountmanagers zodanig opgeleid om daar gezamenlijk naar te kijken. En dan, ja, met een objectieve blik, met een klein beetje subjectief en beslist, maar toch te kijken van oké, neem dat wel mee in de resultaten die voor je beslist voor je doet. En dus je alles één op één gaat vergelijken. Maar zo is de wereld, steekt de wereld niet in elkaar. Nee, dus, en je moet ook niet de attributie aan iedereen toebedelen, dus je zal toch keuzes moeten maken daarin. Maar ja, dat is wel iets, want het hoeft niet... Kijk, wij proberen zoveel mogelijk kliks te leveren die daadwerkelijk converteren. Want daar willen we zo dicht mogelijk op zitten. Dan heb je die discussie ook niet met elkaar. He, dus natuurlijk, ik heb de laatste slide heb ik ook staan. Ja, want je hebt ook, Blokker bijvoorbeeld, die heeft zijn winkels. Ja, die kijken dan bij ons, gaan naar Blokker toe, dan gaan ze naar Action, naar ergens anders naartoe, Xenos. En uiteindelijk kopen ze in de Blokker toch die ene frituurpan. Ja, die attributie moet je eigenlijk ook meenemen. Want het zorgt voor verkeer in je winkel. Dus er is altijd een spin-off. Plus het feit dat alles wat wij aan nieuwe bezoekers doen, en dat doen we ook voor de grote jongens zoals Weekamp en Bol.com, die al jaren zaken met ons doen, is ja, als je eenmaal iets verkocht hebt, dan zit die in je database. En dan moet je dan eigenlijk ook even kijken naar je customer lifetime value die dat oplevert. En als je dat allemaal meeneemt en je ziet dan wat beslist daar allemaal een bijdrage aan geleverd heeft, of hè, maken we een assumptie van die bijdrage die we geleverd hebben. En dat neem je dan mee en die kan je weer in een iets hoger bod doen. En als je een iets hoger bod doet, dan kunnen wij met onze marketingafdeling weer betere campagnes op een hogere positie neerzetten. He, dus waardoor we weer meer verkeer binnenhalen en dat weer door laten klikken en dan uiteindelijk weer tot meer omzet gaat leiden. Dus één op één relaties, ja, hartstikke mooi, maar eigenlijk zit de meerwaarde in die 3 onderdelen: attributie, customer lifetime en ook als je offline winkel hebt. Maar goede vraag, dankjewel. Er is onvoldoende zicht op de ROAS. En de bieding is onvoldoende om traffic te genereren terwijl er wel marge is. Wat we veel shops zien is dat, veel shops bij een grote groep winkels, die zeggen dan, ja, maar ik neem dan een veilige marge op een veilige marge op een veilige marge. Maar ja, aangezien wij het verlengstuk zijn van hun online marketingafdeling bij beslis.nl, moeten wij wel eigenlijk het maximale marketingbudget tot onze beschikking hebben om voor deze webshop
goede online marketing te kunnen doen. En als elke keer zeg maar een centje vanaf gaat, dan wordt het bod wat wij in de markt kunnen gebruiken om digital marketing te kunnen doen, die wordt te laag om deel te kunnen nemen, terwijl die marge er wel is. Dus nou, dat zijn een aantal dingen waar wij gewoon tegenaan lopen in de afgelopen 15 jaar. En inmiddels hebben wij met een aantal partners hebben wij ingeschakeld om te zorgen dat Andy Feet ontsloten wordt. En de campagne adviezen gegeven worden. En dat is de reden geweest en dat is ook de aanleiding waarom ik hier sta. Want is eigenlijk dat wij met een certified partnerprogramma gaan kopen. Dus wij gaan onze partners gaan wij screenen of we gaan op zoek naar nieuwe partners. En ze opleiden om zo goed mogelijk voor de webshop te gaan functioneren om het maximale uit beslist te halen binnen de grenzen die door de webshop gesteld worden. Nou, dat partnerprogramma, eigenlijk hebben we drie soorten partners. We hebben de feed- en techniekpartner, wat we dat noemen, om te zorgen dat het assortiment ontsloten wordt en het optimaliseren van de feed. En ook zorgen dat de actualiteit van de data gewaarborgd is. Dat als jij een weekend de prijzen met 20%, iets van een Black Friday weekend, of zoals in Nederland een Black Friday maand inmiddels aan het doen zijn, dat als de prijzen verlagen, dat ze ook op het juiste moment verlagen, maar ook als het uitverkocht is, dat we ook zorgen dat er geen verkeer meer op komt op het moment dat het uitverkocht is. Het realiseren van een orderkoppeling voor de CPS-klanten of de beslist winkelwagenklanten, zodat die meteen in hun backhand terechtkomt. En de tweede soort partners, dat gaat voornamelijk over die ROAS, dat we inzicht geven in de campagne, de performance, analytics en de aansturing en optimalisatie van die campagnes. En er zijn een aantal partners die dat nu prima doen. En die vragen dan ook aan ons van, ja, heb je niet een of ander soort stempel voor ons om te laten zien dat wij dit voor je kunnen doen? En dat hebben we uiteindelijk nu ontwikkeld. En dan gaan we in januari gaan we dat lanceren. Dan gaan we met één partner beginnen, proefondervinding uitvinden, hoe dat dan functioneert. En dan gaan we het voor de rest uitrollen. En wat zijn de voordelen die we dan zien? Is dat in 40%, dat gaat 40% sneller, zo moet ik het lezen. Hè? Dus we hebben een afdeling die continu bezig is, van een man of 20, die continu bezig is om te zorgen dat die aansluiting van die feed zo goed mogelijk werkt. Dat de orderkoppeling goed werkt en dat alles goed verwerkt wordt en alles goed gecategoriseerd wordt om te zorgen dat het in de juiste categorie terechtkomt. Omdat we zoveel mogelijk data krijgen, zodat we ook goed kunnen categoriseren, zodat het verkeer wat er binnenkomt ook meteen terechtkomt in die categorie waar het verkeer ook op verder wil gaan en kan converteren. En wat wij zien is dat met die partners, waar we nu een aantal partners mee werken, is dat gewoon dat de doorlooptijd een stuk sneller gaat. En dat de data ook vollediger wordt, die ontsloten wordt. Dat de campagnes ook daardoor ook minder renderen. En dat we minder incidenten hebben. En minder discussie hebben met die webshops over het doorvoeren van wijzigingen. Want hoe gebrekkiger je feed, ja, hoe minder we voor je kunnen betekenen. Hoe vager de klant is naar je toe komt, hoe lager de conversie zal zijn. Hoe beter de feed, hoe beter de data, hoe beter de geïnformeerde bezoeker is, hoe beter je gaat converteren. Zo simpel is het. Dus content is king. Toen ik 15 jaar geleden hier in deze brand stapte, ja, content is king. En dat is nog steeds zo. Zonder content kan je nog steeds niet functioneren. Ik heb een hele korte presentatie, dus dat waren die vier onderdelen waar ik het over gehad heb. We doen directe verkopen, maar ook die assisted sales. En voor de shops die een eigen winkel hebben, hebben die offline sales. En kijk ook even naar de lifetime value van de klanten die we daar weten op te leveren. Kort en krachtig, denk ik. Maar ik hoor graag je vragen, dan moet ik de catchbox geven, alsjeblieft. Ik ben benieuwd, voor de partners, wat is dat verdienmodel voor de partners die ertussen zitten? Goede vraag. Dus wat is het verdienmodel van de partners? Het liefst willen we... De partner mag zeker wat verdienen, maar het liefst willen we dat ze niet verdienen in ons verdienmodel. De partners die kunnen gewoon een factuur in rekening brengen voor de inspanning die ze doen. Maar wat we niet zouden willen is dat ze een stukje, een paar cent
afnemen van de bieding. Want dat zou betekenen dat we ons minder krachtig kunnen, onze digital marketing kanalen kunnen inzetten. Maar zeker, de partners moeten wat verdienen en er moet een marge in zitten. Wij gaan ook ons uiterste best doen om uit te leggen aan de webshop, van, ja, zo'n partner heeft toegevoegde waarde. Je moet er wel wat ruimte voor je budget voor vrijmaken, maar uiteindelijk gaat het je ook wat voordelen opleveren ten aanzien van de snelheid van de feed-aansluiting, minder klachten, betere conversie en ook nog betere aansturing van je campagnes. Dus zeker, de partners moeten wel wat verdienen. Ja, nee, dat was staan. Maar jullie sturen dus de klanten naar de partners toe, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, nou, wat we willen doen is een aantal partners die we nu al hebben, willen we gaan certificeren. We zijn op zoek naar nieuwe partners, die we dan ook proefondervinding gaan uitvinden of dat de juiste zijn. We willen ze ook opleiden voor hetgeen wat we doen. Ze zullen ook nauw aangesloten zijn bij de nieuwste ontwikkelingen die we dan hebben. Want we hebben best veel nieuwe ontwikkelingen waar ik niet zoveel over kan vertellen. Maar bijvoorbeeld individueel bieden waar we nu bezig zijn. Nou, Google is bezig met smart bidding. Nou, kan je ook bedenken dat wij er iets mee gaan doen. De webshops die ons toekomen, geven wij gewoon een lijst van partners waar ze uit kunnen kiezen. En andersom ook, de partners mogen net zo actief meedoen om hun klantenbestand aan ons aan te bieden. Dan hebben we een win-win situatie gecreëerd. Dus zij hebben kunnen extra omzet creëren voor hun webshops. En andersom, ja, wij zijn natuurlijk blij dat we onze capaciteit van beslist weten uit te breiden. Webshop wordt beter bediend. En er zijn drie partijen die er geld mee winnen. Want de webshop is de winnaar. De partner is de winnaar, omdat hij daardoor zijn klantenbestand kan uitbreiden. En wij zijn ook winnaar, want we hebben gewoon minder effort en meer resultaat met de webshops. Bedankt. Graag gedaan. Andere vragen? Ik denk dat ik er gewoon te weinig van af weet in dit geval. Dat geeft niet. Ik vertel graag. Die 2 cent, zeg maar, die Google afsnoept, ja. in de Google Shopping. Ja. En die dus niet verloren gaat als het via het andere kanaal gaat. Uiteindelijk moet het wel betaald worden. Betaald beslist.nl dat of waar? Nee, dus de webshop heeft 10 cent over om in Google Shopping te adverteren. Ja. Die 10 cent is die kwijt. Of je nou bij Google Shopping adverteert rechtstreeks of via ons, via de CSS, als je 10 cent biedt. Ja. Maar het bod van 10 cent is bij ons een bod van 10 cent. Ja. En het bod van 10 cent via Google Shopping, die een bepaalde marge moet halen van tussen de 0 en 20%, die wordt dan 8 cent. Dus je bent minder competitief als je rechtstreeks bij Google Shopping adverteert. Ja, een goede vraag. Dus kijk, en je kan 2 dingen doen, hè? Je kan besluiten van, weet je wat, ik ga geen 10 cent meer bieden, maar 8 cent. Dat kan je besluiten. 6 of 7 cent wat er van overblijft. Nee, bij 8 cent bij beslist. Dus dan zeg je, nou, dan ga ik 8 cent bieden bij beslist. Want dat was ik ook kwijt bij Google. Hè? Alleen die 2 cent steek ik in mijn zak. Daar kan je voor kiezen. Maar het advies wat wij geven is, ja, als je toch al bereid was 10 cent te betalen, dan kan je net zo goed die 10 cent aan ons geven. Tenminste, 10 cent rechtstreeks via ons laten vloeien. Maar je kan ook besluiten om inderdaad tussen de 0 en 20% minder te gaan bieden, omdat jouw bod via ons net zo hoog is als je het via Google Shopping rechtstreeks zou doen. Ja. Wat ik me nog wel afvraag is, als je nu kijkt naar de recente ontwikkelingen, als je kijkt naar Amazon zit er echt aan te komen. Ja. Hoe zie je dat dan nu voor je dan straks met het landschap met daarin beslist en misschien een bol wat verder gaat? En hoe zie je dat voor je als je... Nou, Amazon komt, dat is een zekerheid. Bol.com is ook gekomen met Plaza. Hè, dus... Fide Excel komt met een marketplace, Blokker is bezig met een marketplace. Het grappige is, er zijn ook klanten bij ons. Dus op een of andere manier kunnen wij nog steeds toegevoegde waarde leveren voor dit soort klanten. Ook Amazon is klant bij ons. Dus Amazon.de is gewoon klant bij ons. Net zoals Bol.com met hun, ja, ik noem het nog steeds Plaza. Ik weet, het is steeds ouderwets, maar met hun, verkooppartners waar ze hebben. Dus... Ja, het landschap zal wel degelijk gaan veranderen. Dus, maar aan de andere kant biedt het ook weer voor ons kansen om deze partijen ook te kunnen bedienen.
Er zijn altijd concurrenten bijgekomen en concurrenten afgevallen. Bij het CSS ook. Wij dachten op het moment dat we CSS begonnen, ja, wij zijn de beste in dit vak, dus wij kunnen het beste doen. Tot we zagen dat we 123 concurrenten hadden die als paddenstoelen uit de grond kwamen, maar net zo hard ook weer wegvielen, omdat ze gewoon best wel achterkwamen. Dat het best wel een complexe materie is om producten, fietsen te verwerken, te categoriseren, zorgen dat alles netjes blijft werken. Maar ja, het landschap zal veranderen. Maar zolang wij met dit soort partijen ook nog kunnen samenwerken, hebben we er ook profijt van voor de introductie. En ja, wij zullen elke dag ons best moeten doen om ook gewoon dat marktaandeel te behouden en uit te breiden. En dat verandert continu. Toen Google Shopping begon in 2014, waren we ook ten dode opgeschreven volgens de media. Maar ja, hier in 2020, we staan er nog steeds. Sterker nog, we zijn sterker dan ooit. Natuurlijk hebben wij een wat mindere periode gekend na de introductie van Google Shopping. Maar door continu innovatief en blijven te innoveren en ook in gesprek te blijven met de webshops en ook gewoon continu, want daar gaat het uiteindelijk om, nieuwe klanten leveren en een klantenbestand laten groeien of in merkbekendheid laten groeien, bieden we nog steeds toegevoegde waarde. En we hebben nog steeds 3000 klanten die voor ons met ons zaken doen. En daar zit ook niet de minste bij. We zullen elke dag ons best moeten doen. En dat zal niet anders zijn als Amazon deze kant op komt. Of Alibaba of Rakuten weer opnieuw deze kant op gaat komen. Om de Nederlandse markt te veroveren. Of welke nieuwkomer dan ook die het gaat doen. Ja. Maar hoe zie jij dat? Hoe zie ik dat? Tenminste, ik denk nog steeds dat het landschap wel redelijk zal doorveranderen, inderdaad, wat je zegt. Ik weet niet, ik vind het lastig om je te zeggen, ook inderdaad ook de positie van beslissing. Ik hoor dat in je verhaal niet heel veel over social. Tenminste, doen jullie zijn daar heel actief mee? Of, Nee, dat is terecht dat je het, want op. Wij zijn aan langzaam maar zeker social aan het ontsluiten. Het is een kanaal waar wel mogelijkheden in zitten. Maar het moet winstgevend zijn voor ons en voor de webshop. Dat is de uitdaging bij social, zoals wij het zien. Bovendien, in de andere vier kanalen halen we nog heel veel verkeer eigenlijk uit. En daar zijn we nog steeds niet uitgeleerd. Kunnen we nog elke dag verbeteren. Dat merken we ook. Dus met wat we doen. Dus daar kunnen we nog heel veel uithalen. Social staat zeker op onze agenda en we zijn proefondervindelijk, zijn we het al aan het uitvinden. Maar het is lastig om, tenminste, we moeten zorgen dat dat zowel de webshop als wij er geld uit kunnen halen. Graag gedaan. Andere vragen van de groep achterin? Oké. Dan stel ik voor dat we afsluiten. Dankjewel.